Deze les gaat over de koningin. En ik heb hier een hele mooie koningin. Dame. Dame, kun je ook zeggen. Koningin of dame. Je hebt een koning, een koningin. En wij noemen haar ook dame. Dat kan zeker dame. Nou, die koningin, die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Nou, laat ik je nou wel vertellen. En dat is heel mooi om te weten. Dat je had ooit een schaakspel. Dat heette Chaturanga. En dat was de directe voorloper van het schaakspel. En dat was voor het jaar 500. Speelden ze met 16 stukken, maar er speelden 4 spelers mee. Die hadden een toren, dus een strijdwagen. Ze hadden een paard. Ze hadden een olifant, onze loper. En ze hadden de koning. Maar meer niet. Dus tot het jaar 500 was er helemaal geen koningin. En was er helemaal geen dame. En toen op een gegeven moment dachten ze, we gaan een versnelling maken. En toen hebben ze 2 legers bij elkaar gevoegd. Maar als je 2 legers bij elkaar voegt, dan heb je per leger 2 koningen. En dat kon natuurlijk niet. En toen hebben ze van die ene koning die erbij kwam, van die dubbele koning, hebben ze een generaal gemaakt. Dus in het begin was de dame een generaal. Dat was dus de veldheer, de man die op het slagveld de bevelen moest uitvoeren van de koning. Het was een zwak stuk, de generaal. En pas later, toen het spel, en dat is elke keer zo, als ik dan vertel over dat het spel van uit andere werelddelen kwam naar Europa, ja, toen veranderde ook de maatschappij. En in die maatschappij, in die veranderende maatschappij, kwam ook de vrouw op. En toen zeiden ze, weet je wat we doen? En het heeft nog een paar honderd jaar geduurd hoor. Toen zeiden we, gaan het schaakstuk naast de koning gaan we niet meer generaal noemen, een zwak stuk. Maar dan maken we de vrouw naast de koning. Dat is de koningin natuurlijk. En dat maken we dan gelijk het sterkste stuk. Dus het was ook de emancipatie van de vrouw die terugkomt in het schaakspel. Nu gaan we naar de koningin op het schaakbord. En nou is het mooie van de koningin. Die kan dus en wat de toren kan. 1 aspect van de koningin. Maar wat ze ook kan. Ze kan ook wat de loper kan. Ze kan dus ook diagonaal naar het helemaal de randen van het bord. Moet je kijken hoeveel prachtige velden die koningin kan. Kijk eens wat een velden ze bestrijkt in 1 keer. Dus de koningin is eigenlijk de gecombineerde kracht van de toren en de loper. Maar ze is nog sterker. Want we weten dat die loper die is gebonden aan 1 kleur. Dus de koningin kan op alle velden komen in 2 zetten. Op alle velden van het bord. En soms in 1 zet. Dus de koningin is een ongelooflijk sterk stuk. Kan heel snel over het bord op vele manieren. Nou wil ik van jullie weten. Ik zet een koningin op F2. Okay. En ik zet een vlaggetje op C7. Oké, Rut. Op hoeveel manieren kan ik in 2 zetten van F2 naar C7? B. 6. Je kan naar H2. Heel goed. En dan, je kan naar G3. Heel goed. En je kan naar C2. Heel goed. En je kan via F7. Heel goed. Je kan je kan ook naar C5. Heel goed. Ik denk dat dit oh nee. Dan vraag ik aan Harry. Zie jij nog ik wat, zie Harry? Nog eentje. Ik zie er nog één. Ja, maar nou is je beurt voorbij. Dan ga ik hem aan Harry vragen. Zie jij nog wat, Harry? Nou, ik moet er nog dieper over nadenken. Maar ik zal eens even mijn best doen. F4. Ja. En dan kom je daar nog uit. Heel goed. En hebben we er dan nog één? Nou, of zijn we er zo wel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan gaan we ook nog naar A7. Heel goed. Dat was de laatste, natuurlijk. Die hebben we ook nog een keer. Moet je kijken, zeg, op hoeveel manieren die dame in 2 zetten op C7 gaan komen. Dus kun je zien hoe flexibel die dame is. Die schiet over naar alle kanten.
over het bord. Ze kan overal zijn, heel snel. En ze kan helpen en dit en aanvallen en verdedigen. Dus die dame is een prachtig stuk, niet? Ja. Nou heb ik voor jullie een hele ingewikkelde opgave. Maar het is ook een oude opgave. Dus het is een opgave die al vele eeuwen bestaat en die eigenlijk een soort interessante puzzel is. Ja? Mijn vraag aan jullie is, ga eens nadenken. De komende tijd, en je hebt natuurlijk geen acht dames in je schaakdoosje, maar dan zet je gewoon acht pionnen neer. Dus dat, en dan doe je net alsof die pionnetjes een schaakdame zijn. Dus acht stukken. Maar acht dames wil ik hebben op het bord, op een dusdanige manier, dat ze elkaar niet kunnen slaan. Ze kunnen elkaar niet zien. Al die dames zien elkaar niet, hè? Nee. Maar die van H1, die kan je nou nergens neerzetten. Want de hele H-lijn, die is vol. Elk veld wordt bestreken. Dus zo simpel is het niet. Dus je zult een andere oplossing moeten vinden. De opdracht voor de komende week. Zet acht dames op het bord op een manier dat ze elkaar niet kunnen zien. Oké. Okay. Ja? Ik ben heel benieuwd of het jullie lukt. Het is een moeilijke puzzel. Maar hij is mogelijk. Hij is op te lossen. Yep. Oké, okay, daar was hij weer. Tot de volgende keer.